Even kijken, wat krijgen we nu? De surprise show. Dames en heren, hier is Henny Huisman. Kom op. Dag dames en heren. Hallo thuis, hallo in de zaal. Dankjewel. Dankjewel. Ik zie u een beetje denken, wat moet hij nou in de André van Duin show? Nou, u kent natuurlijk de mini-playback show van me, maar we hebben vanavond eventjes voor de grap een mini-surprise show. En dat is voor iemand die hier tussen het publiek zit, in de zaal zit. Spannend, hè? Een zekere meneer van Ravenswaai, een zekere Guus van Ravenswaai. Waar zit meneer van Ravenswaai? Ik heb een leuke verrassing, kom maar naar voren toe. Waar zit hij precies? Wie bedoelt? Zit hij aan die kant? Hij bedoelt meneer van Ravenswaai, is die aanwezig? Meneer van Ravenswaai, komt u naar voren, we hebben een verrassing voor u. Nou, dat kan je wel wachten, ik ga natuurlijk niet daar... ik ben er niet. Meneer van Ravenswaai, bent u dan daar? Ja, ik zit hier, maar ik moet hier ook de boel regisseren. Komt even naar voren, ik heb een hele leuke verrassing. Meneer van Ravenswaai, houd die knoppen in de gaten. Meneer van Ravenswaai. Ja, ik kom er allemaal in, houd er allemaal. Dat zou leuk zijn. Ik zit hier het programma te regisseren, ik heb de tijd van die flauwe gel allemaal. Kom maar bij. Inzoomen. Kom. Ik blijf met uw vak bezig, hè? Ja, dag, maar ik ben hier bezig met een programma. Ik zit hier te regisseren. Ik heb geen tijd om hier wat is. Mijn naam is Henny Huisman. Nou, daar kan u ook niks aan doen. Ik ga weer gouden bomen doen. We hebben nog meer te doen. Ik kom van de surprise show. Voor de surprise show. Als u nou even met me meegaat, komt u even op de bank zitten. Want ik heb een ontzettende leuke brief gehad over u. Over mij? Ja, ga zitten. Een brief over mij? Ga zitten. Nou, even dan, want ik moet natuurlijk weer terug. Die heb ik namelijk gekregen van een zekere Loesje. Loes? Loes, heb jij nou weer een brief zitten schrijven? Ja! Je kan beter zorgen dat het draaiboek op tijd klaar is, ja? Brieven zitten schrijven van die huisman. Gaat u niet zo tekeer, want het is een hele sympathieke en lieve brief. Ja, dat zal best wel. Let op, beste Henny. Je had al van jokedokers, ik zit overal van jokedokers. Beste Henny staat hier wel. Beste Henny, alleen dat al. Beste Henny. Beste Henny. Ik werk al een tijd samen met de bekende televisieregisseur Guus van Ravenswaai. Ja. Bent u? Ja, dat ben ik. Ja. Het is een heel bijzonder mens. Waarom? Die altijd voor iedereen klaarstaat. Hij heeft wel zijn grote mond, maar heeft een bijzonder klein hartje. Hij verdient het dan ook om eens in het zonnetje gezet te worden. Het is een aardig lief mens. En die Guus heeft 15 jaar geleden een Oscar gekregen voor een documentaire en daar is hij bijzonder trots op. Helaas is hij die Oscar kwijt. En het zou een reuze verrassing zijn voor hem als het Surprise Show team, want ik doe het natuurlijk niet alleen, dat begrijpt u. Nee, anders komt er geen hout van terecht. Die terug zou kunnen vinden. Ja, maar dat is onmogelijk. Dit ding is weg, weg is weg. Waarvoor heeft hij de Oscar gekregen dan? Die Oscar, ja, die heb ik toen gekregen. Dat zal ik u vertellen, Huisman. Ik heb, het was in 1958, toen heb ik een documentaire gemaakt voor de televisie. Dat ging over het seksleven van een slagkip. Zo. Dat was een hele interessante documentaire. Zijn we met de camera die kip ingegaan. Helemaal van binnen hebben we hem gefilmd natuurlijk. Licht erbij. Met zo had je nog niet van die kleine camera? Nee, we gingen met die grote CLD's gingen we naar binnen toe. Hè. We hebben er naderhand hebben we ook de hele boel weer dicht moeten naaien. Dat begrijp je wel, want je moet het netjes achterlaten. En daar heb ik toen een Oscar voor gekregen. Daar waren ze zeer onder de indruk voor. Wie bent u kwijtgeraakt? Hoe bent u die Oscar dan kwijtgeraakt? Hoe is dat dan gekomen? Ja, dat is door een fout is dan gekomen. Dat was een fout. Oh. Ik ben namelijk in de tijd ben ik zo dom geweest om te gaan trouwen. Oh. Ja, en dat ging niet goed. Het was na een dag was zootje al stuk. En toen is mijn vrouw er vandoor gegaan. En die hebben alles meegenomen. Bankzel, televisie, mijn pakje check. En die Oscar. Wat u niet weet, dat u in de surprise show zit. Ja, dat heb u me net verteld, dat ik in de surprise show zit. Maar daar heb ik mijn Oscar niet meer terug natuurlijk. Nee, maar dat is een grote verrassing. Prachtig beeld, zo mooi. U kent er wel zo'n gouden Oscar. Wij hebben namelijk teruggevonden. Prachtig, zo groot was hij. Uw eigen vrouw. Ik zie hem nog staan op de schoorsteen. Uw eigen vrouw, na 12 jaar. Wat is er met mij? Heb ik uw vrouw teruggevonden? Ze woont nu op Mallorca. Mijn vrouw teruggevonden? Ja, en ik had liever de Oscar. Moet je eens kijken, daar komt ze aan. Uw vrouw, na 12 jaar, kom. Oh, wat een mooi moment. Jullie zouden elkaar veel te vertellen hebben. Nou, ik denk het niet. Wij elkaar veel te vertellen hebben. Behalve, maar heb je nou die Oscar? Heb jij die Oscar bij je? Want dat is de bedoeling de toch? De Oscar. Dat mijn ding? Oscar, ja. Dat ding. Ja, ik wist niet dat jij daar zo opgesteld was.
Een gouden Oscar. Ik wist niet dat je erop gezet. Wat heb je met dat ding gedaan? Ik heb het voor heel veel geld verkocht aan een antiquair. Ja, heb ik naar mijn huis in Mallorca gestopt. Dag, Oscar. Ja. Gaat u rustig zitten. Gaat u rustig zitten. Ik hou het zo ver mogelijk die kant op. Goed, oké. Wat u namelijk nog steeds niet begrijpt, de surprise show. Ja, nou lekker is. Wat denk je wat we hier hebben staan achter de deur? De antiquair. De antiquair die de... Ja, die de prijs heeft gehad. Die antiquair hebben ze gevonden in die Oscar van Haarlem. Kom op. Dat is meneer Dodewaard. Ik koop hem meteen van u terug. U hebt die Oscar van mij in de etalage staan, hoor ik net. Nee. Nee? Nee, helaas niet. Nou, waar is het? Ja, een paar weken geleden was er bij een buitenlander in de zaak. En aan die man heb ik dat cupidootje verkocht. Dan word je er gek van. Nou, vergeet hem maar die Oscar. Nee. Dan kunnen we het wel schudden eigenlijk zo. Kom helemaal naar beneden. Ik denk, ik heb wel eens naar boven gaan. Gaat u maar even rustig zitten. Ja, ik ga maar even rustig zitten. Maar. Meneer Van Aven, u niet. Ik niet. Want, wat hebben we gedaan? Geen idee. We hebben de man gevonden die van die antiquaire gekocht heeft. En die woont in Mexico. Hij heeft 22 uur in het vliegtuig gezeten. 22 en hij is overkomen vliegen voor de mini surprise show. Wat? Ja. Daar is hij. Die heeft de Oscar. El Paso. El Paso, ja. Oh. Dat is meneer González. Welkom, meneer González. Welkom. Hallo. Hallo. Do you have my Oscar? Oh, senor, see, I was on a boat. And then I dropped the thing in the sea. In the sea? Sea. Wat zegt hij? Hij was op een boot en hij heeft het laten vallen in de zee. Nou, dag Oscar, leg in de zee. Ja. Ergens in de oceaan. 22 uur in de vliegtuig. 22 uur voor jouw dokers. Je had deze hoed niet opgekomen. Nee. Komt u weer even af. Leg in de zee. Gaat u ook even lekker zitten. Wat zelf in de zee gaan leggen, wat hoop ik er dan voor? Maar wat u nog steeds vergeet, dit is de surprise show. En ik doe het natuurlijk niet alleen. Dat nee, anders komt er geen hout van terecht. Een heel team hebben we eraan gewerkt. Maar we hebben een duiker ingehuurd. Een duiker? Een duiker is naar beneden gegaan in de oceaan. En moet je eens kijken. Waar die duiken aan. Oh, Oscar! Daar heb je de Oscar! Oh, Oscar! Eindelijk is hij terug na al die jaren. Kijk nou toch eens. Uiteindelijk is toch. Wat en ik wil graag een applaus nemen voor alle buitenlandse sterren ook. Kijk nou wat je doet! Kijk nou wat je doet! Hij is gewoon! Rustig nou, Guus! Ja! Gaan we maar naar beneden voor jouw dokers! Nou, attentie elkaar!